Dit Feyenoord, dat bewijst het eigenlijk heel het jaar al is zo moeilijk te kloppen. Je wint er gewoon heel moeilijk van, en dat zie je zelfs met Team Man afgelopen week tegen Fortuna Sittard in de competitie en nu ook weer. Dat ploegen gewoon niet van dit Feyenoord kunnen winnen. Sinclair, een punt in Rusland. Had je dat verwacht van Feyenoord? Nou ja, het voelt echt zelfs een overwinning, uh, dit uh, punt. Als je ziet uh, wat een wilskracht Feyenoord toont als het met 10 uh, man moet gaan spelen in de tweede helft. naar de rode kaart van Nicola Jurgensen. Dat deed toch een beetje denken aan die wedstrijd die Feyenoord eerder in dit Europees toernooi tegen Zagreb speelde. Hè? Toen het ook gewoon goed voor de dag kwam en in de tweede helft op een gegeven moment met 10 man verder moest. Toen een rode kaart voor Genèse. En uiteindelijk op wilskracht. Pakte Feyenoord de punt in Zagreb En nu pakt het ook een, een, een punt echt op wilskracht in Moskou. Ik moet zeggen, voor de rode kaart was Feyenoord gelijkwaardig. Hele grote kans nog voor rust. Ook voor Bart Nieuwkoop. Maar goed, dit Feyenoord, dat bewijst het eigenlijk heel het jaar al eens zo moeilijk te kloppen. Je wint er gewoon heel moeilijk van. En dat zie je zelfs met tien man afgelopen week tegen Fortuna Sittard in de competitie. En nu ook weer. Dat ploegen gewoon niet van dit Feyenoord kunnen winnen. En wat betekent dit voor Jurgensen? Een rode kaart en niet een vorm. Nou, hij is er sowieso volgende week niet bij. Hetzelfde geldt voor Nieuwkoop, hè, die in de slotfase nog met de tijdrek en een gele kaart opliep in die wedstrijd tegen Zagreb. En ja, dat hebben we lang niet kunnen zeggen. In speelronde 5 zou Feyenoord in theorie uh, zich al kunnen plaatsen om Europees te overwinteren. Allemaal scenario's dan mogelijk. Dan moet Feyenoord zelf winnen. Uh, en omdat de laatste wedstrijd Zagreb moet spelen tegen Moskou, zou Feyenoord dan. Eventueel met een overwinning uh, tegen uh, Dynamo Zagreb. En dan moet Moskou winnen van Wolfsberg Dan zou Feyenoord al uh, overwinteren. Maar goed, dat Feyenoord alleen al meedoet is natuurlijk prachtig. Uh, hè. Na die wedstrijd tegen Wolfsberger uh, zat Feyenoord toch een beetje in zak en nas. Die 1-4 thuisnederlaag na de eerste thuiswedstrijd. En als je dan ziet... De waslijst aan blessures, ook nu weer. Met geen bijlo, geen ver. Ja, we kunnen wel een half uur doorgaan met Haps Malasia. En als je ziet hoe fijn het dan ook voor de dag komt. Uh, vandaar een weerman die invalt, uh, botterhien die nodig is. Ja, eigenlijk, uh, ik denk dat Dick Advocaat echt in zijn nopjes is met dit fijn wordt, dat gewoon zo moeilijk te kloppen is.